Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vanavond gaan we een kijkje nemen in een verlaten ziekenhuis. Spannend. Fucking spannend. Shit. Wrong idea. Wrong idea. We zijn momenteel aan de rand van de Duitse grens. We hebben hier een verlaten ziekenhuis gevonden. Het is fucking eng. Het is immens groot, jongens. En bizar. We gaan hier nu een kijkje nemen, maar we weten dat het fucking goed beveiligd is. Dus we moeten echt super erg aan oppassen. Laatst zijn de koperdieven hier ook in dit ziekenhuis geweest. Die hebben heel veel koper gestolen. Toen is er serieus een politiehelikopter gekomen om die gasten dus op te pakken. Dus mocht de politie komen, dan hebben we echt een groot probleem. Maar... jongens, ik zie daar iemand lopen, man. Echt? Ja, ik zie zaklamp en al. Zaklamp en al. Fuck. Ja. Fuck. Kut. Fuck, nog alles is dat. Wat zagen jullie? Ja, wat zagen jullie? Er liep daar een gast. Gewoon security. Ja, security moet wel. En die liep daar met een zaklantaarn. En hij liep, scheen naar het gebouw toe. Op een gegeven moment draaide hij om. En hij scheen gewoon recht met die zaklamp in mijn bakkers. Als hij die gaat oplopen, ik weet zeker, dan zijn we de shaak. Ja, wordt hem gepakt. Dus, ja, ik weet het niet, man. Wat gaan we nu doen? Ik zie daar echt serieus iemand met een fucking zaklamp aan schijnen. We wachten een half uur, we lopen terug en die vent is gewoon weg. Geen politie, geen beveiliging, helemaal niks. Helemaal niks. Ik weet echt niet wat we nu moeten doen. Ik heb me niet met dit. Dit is best goed beveiligd, blijkbaar. Ja. Want we waren nog eens binnen en er stond al beveiliging. Oh, nou, zullen we dan nu gewoon gaan rijden en gaan? Ja, we gaan gewoon naar een nieuw ziekenhuis. Nieuwe kansen, shop nieuw ziekenhuis. Shocker. Doe de deur open. Piep, piep. Een nieuwe dag, een nieuwe kans in een nieuw ziekenhuis. Ja, want de eerste keer was het niet goed gegaan. Tweede poging, wat gaan we nou doen? Ja, we staan nu voor oud psychiatrisch ziekenhuis Meerenberg in Bloemendaal. En we gaan hier nu naar binnen. Ik ben... heel benieuwd wat we binnen gaan tegenkomen. En ik ben benieuwd of het lukt. Ik ook! Holy shit, gast. Echt ziek. Ik heb echt nog nooit zo dichtbij herten gezien. Hè? Het is ongelooflijk. We staan op 10 meter afstand. Hierachter zijn gewoon de herten. Echt bizar dit. Vanaf nu zijn we strafbaar. Let's go. Let's go. Fucking groot, dit is echt super groot. Kijk even. Zoals we gedacht hadden. Alles, letterlijk alles. Elke deur, elk raam zit gewoon dicht. Die is ook niet klaar. Maar we gaan nu even naar de andere kant van het gebouw. Om daar te kijken. Ik geef de knie. Mag ik het nu zeggen? Wacht even. Mag ik het nu officieel zeggen? Dit is officieel het engste huis waar ik ooit in ben geweest. Ja, maar even, je weet niet wat er gebeurt, want
Ik heb geen bereik. Heb jij bereik? Nee, ik ga het Nee, ik mag geen geintje. Geen bereik. Jongens, we zijn gewoon in een gebouw waar gewoon geen bereik is. Of ik weet niet wat er gebeurt, maar dit... Kijk die gang. Kijk hoe lang. Als er iets gebeurt, dan komen we echt niet weg hier. God, we zijn binnen, man. We zijn binnen. We blijven bij elkaar. Ik zit helemaal in shit. Let's go. Daar slopen als het moet. Stel dat we nou iemand hier tegenkomen binnen, dat is echt een heel raar verhaal. Waarom zou je dat niet zeggen? Weet dat? Iemand, dus één ding dat je niet mag zeggen, dat is dat. Stel dat je iemand tegenkomt hier binnen, wil je dat alsjeblieft niet zeggen? Okay. Gewoon nooit meer, goed? Oké, dank je. Dat vind ik wel echt eng. Dat er hier een meisje 2 dagen heeft gelegen wat ze van de verdieping naar beneden was gevallen en dat ze geen bereik had. Kon ze niemand bereiken. Moet je nagaan, dat je dus 2 dagen, 2 nachten, in dit pikken donkere gebouw. Oh nee, is dat echt? Ja, wat vertelde je? Ik vond dit nieuwsartikel. Ja, dat zeiden die gasten. Het is toch een beetje hoe erg je dat denkt. Dan denk je echt dat je doodgaat, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja. Dit lijkt op een oude gekke cel. Dat gaan we niet doen. Anders een beeld waar we niet komen. Hoe kijk dan? Het is een psychiatrisch ziekenhuis van mensen die niet sporen. Nu zijn we zeg maar in de ruimtes waar ze dan slapen. Althans, waar ze hebben geslapen. Thomas, wel een beetje lol hebben. Having fun. Waar is Giel? Giel? Giel. Oh my god. Thank you.
hebben de uitgang weer gevonden, man. Ik ben echt bang dat we 12 waren. Het is tijd om te gaan, het is mooi geweest. Let's go. Ik ben zo blij om mij. Holy shit. Ik ben buiten. Fuck yeah. Yes. Jongens, we hebben er gewoon 2 dagen over gedaan om een verlaten ziekenhuis binnen te komen. Maar het is gelukt. Precies. Ja. Ik ben helemaal klaar mee. Tot volgende week. Later. Slaap lekker. Even een duimpje omhoog als je dit een ongelooflijk spannende aflevering vond. Yeah. En wil je meer van ons zien, abonneer dan gelijk even op ons kanaal. Ja, en deel deze video met al je social media vrienden. Ja, en laat even in de reacties weten wat jij ervan vond. En wil ook heel graag vragen om originele opdrachten. Want dit soort dingen hebben we al een paar keer gedaan. En we zijn op toe naar een nieuwe uitdaging. Yes, dus echt voor die creatieve shit. Ga even naar www.stuktv/opdracht en dien daar je originele opdracht in. We hebben allemaal Instagram, we hebben allemaal Twitter en we hebben allemaal Facebook. Dus voeg ons toe en dan zien we jullie volgende keer. Doei! Ik kan het niet beter kunnen zeggen. Ik ook niet. Later. Dankjewel.